Ja, we staan hier voor een mooi gebouw en daar gaat binnenkort wat bovenop komen. Dat klopt, Rob. Dit is het dak van Sporthal Hertenheim. Het is een van de drie gemeentelijke daken die de gemeente Roermond beschikbaar heeft gesteld aan coöperatie Roerom Energie. Om daar een zogenaamd collectief zonnedak op te realiseren. En hoe werkt dat dan? Nou, een collectief zonnedak is een project waarbij omliggende postcodes, en in dit geval zijn dat alle inwoners van Roermond, omdat we ook nog een pand hebben aan de Slachthuisstraat, kunnen deelnemen en investeren in het leggen van zonnepanelen. De coöperatie legt die zonnepanelen dan. En dan gedurende 15 jaar, ze investeren dus, hè, die deelnemers. En dan gedurende 15 jaar krijgen de mensen dan, en dan hebben wij gerekend aan de hand van een business case, ongeveer 3-4% rendement. En na de looptijd heb je dan je hele investering terugverdiend, plus dat rendement erbij. Maar wat je ook hebt verdiend is extra opwek van duurzame energie. En daar gaat het ons ook heel erg om. Dan ga ik even naar u. U bent de rekenmeester van het verhaal en u kunt mij precies vertellen hoe het met die financiën allemaal gaat als ik wil deelnemen. Ja, wij hebben nu een postcode-roos project en dat betekent dat iedereen die grenst aan de postcode-roos waar je zonnepanelen neerlegt of een postcode-roos daarnaast, zodat je de roos groter kunt maken. En dat hebben wij zodanig gedaan dat heel Roermond mee kan doen. Gaan wij panelen leggen op daken, zoveel als erop kunnen. Dat is ongeveer 900 panelen gaan wij over een maand of wat leggen. En die panelen moeten aangeschaft worden door deelnemers in de coöperatie. Dat gaat ongeveer €250 per paneel kosten. Nou, kun je uitrekenen dat we bijna een kwart miljoen op de daken gaan leggen. En die panelen die gaan stroom maken en daar krijgen we subsidie voor van het Rijk. Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En dat betekent dat wij ruim 12 cent per kilowattuur krijgen aan kosten. Gaan we ongeveer maken 3,5 cent om de panelen schoon te houden, verzekeringen te sluiten enzovoort. En dan blijft er ongeveer 9 cent over die we uit gaan betalen aan de leden. En dat betekent dat je in 15 jaar van €1000 €1500 maakt. En dat is 3,4%, 3-4%. Dat klinkt hartstikke mooi. Ja, dat is meer dan de rente die je op een bank kunt maken. Het is minder dan je met een hoog risico investering kunt doen. Maar wij willen geen risico nemen. We hebben juist nu ook wat conservatief berekend. En het kan best zijn dat als de zonnepanelen goedkoper aangeschaft kunnen worden, of als het onderhoud goedkoper blijkt, dat we nog meer gaan uitbetalen. Want de coöperatie is zonder winstoogmerk. Dat we zeggen, alleen de kosten die we maken, die gaan van onze inkomsten af. En de rest gaat naar de leden. En dat beslissen de leden zelf, want die hebben het voor te vertellen. Oké, dus ik kan lid worden en dan kan ik mee beslissen. Ja, ieder lid heeft één stem. Het hangt niet af van het aantal panelen wat je hebt. Dus als je maar voor één paneel meedoet, mag je net zoveel eisen als degene die voor maximaal €20.000 mee gaat doen. Strak plan, Harry. Ja, en dat is mogelijk geworden doordat Rijk deze SCE-regeling, de subsidie collectieve energieregeling, heeft gemaakt. Waardoor ze dus als je aan een laag voltage of laag amperage aansluiting zit, een klein verbruikersaansluiting heet dat. Als je daarop zit, dan mag je 12,1 cent gaan declareren. Oké, vanaf hoeveel kan ik deelnemen? Vanaf één participatie. De coöperatie is al een aantal jaren oud en die hebben toen in de statuten gezegd dat een participatie kost €200. Nou, als een paneel €250 kost, dan heb je dus 1,25 participatie. Maar je kunt ook één paneel aanschaffen voor €250, maar ook 20 panelen. Okay. Afhankelijk van hoeveel er nog beschikbaar zijn. Want als de belangstelling heel groot is, dan gaan we verdelen. Daarom vragen we aan iedereen hoeveel die minimaal zou willen of maximaal. En dan gaan we gewoon iedereen 1, iedereen 2, iedereen 3 tot je je maximum hebt bereikt. En dan doe je niet meer mee en dan uiteindelijk tot alle 900 panelen vergeven zijn. En we roepen mensen op om zich aan te melden via onze website of via ons e-mailadres. Dan houden ze op de hoogte. Over 3 maanden weten we ongeveer wat de subsidiebeslissing zal zijn. En we gaan ervan uit dat die positief is. Want we waren binnen een half uur na het openen van de regeling waren wij al ingeschreven. En die eerste dag is de pot van 92 miljoen voor dit jaar niet leeggemaakt. En dus wij rekenen erop dat wij vanaf 1 januari is dat geld kunnen gaan uitbetalen aan de leden. Dat wil zeggen, dat gaat 1 keer per jaar gebeuren. En wat ik al zei, dat is ongeveer €25 per paneel per jaar.
we hebben hier regelmatig over dit project ook op dit moment vanwege de corona nog digitale informatieavonden. En de eerstvolgende avond staat gepland op 29 april vanaf 7:30 s'avonds. Als mensen interesse hebben, kunnen ze onze website bezoeken, www.roeromenergie.nl. Of een mail sturen naar info@roeromenergie.nl. En dan ontvangen ze de informatie en de Zoom-link om daarmee deel te nemen. En we zijn ook nog van plan om dergelijke avonden in mei en juni te organiseren.